Gegeven is een cirkel met vergelijking y kwadraat min 2y plus x kwadraat plus 6x min 15 is 0. En m gelijk aan ab noemt men het middelpunt van deze cirkel en r de straal. Bepaal 2a plus b plus r kwadraat. Wanneer ik deze oefeningen met studenten maak, krijg ik heel dikwijls de vraag: oh mevrouw, de vergelijking van de cirkel, hoe zat dat terug in elkaar? Op zich vind ik het al bizar dat heel veel studenten al die formules maar in hun hoofd proppen in plaats van de betekenis van die formules. Dus hier zou ik eigenlijk willen focussen op de betekenis van een cirkel en hoe we zo vanuit de betekenis alle formules terug kunnen gaan afleiden. Wat is een cirkel? Een cirkel zijn alle punten op een bepaalde afstand r van een middelpunt. Laat ons starten met alle punten op de afstand r van het punt O, de oorsprong van ons assenstelsel. De meeste studenten kennen Pythagoras wel. Deze afstand is de x-coördinaat. Deze afstand is de y-coördinaat. Dus het zijn eigenlijk alle punten waarvoor x kwadraat plus y kwadraat gelijk is aan r kwadraat. Als het nu niet het punt O is, maar een ander punt M, met coördinaten AB, dan is deze afstand niet langer x, maar als hier mijn oorsprong ligt, dan is deze afstand de afstand x, waardoor dat deze afstand hier x min a wordt. Hetzelfde voor de y-coördinaat. Dit wordt nu mijn y-coördinaat, waardoor dat deze afstand y min b wordt. Dus wat wordt onze vergelijking van de cirkel? X min a in het kwadraat plus y min b in het kwadraat is r kwadraat. Goed, deze formule is nog niet helemaal in dezelfde vorm als wat we hier hebben. Dus dat wil eigenlijk zeggen, als we deze uitdrukking kunnen schrijven in die vorm, dat we a kunnen bepalen, b kunnen bepalen en r kwadraat kunnen bepalen en dat daarin invullen. Hoe kan je dat gaan doen? Je kan hier die y kwadraat min 2y gaan schrijven als y min 1 in het kwadraat. Dat is al y kwadraat min 2y, maar ik heb een 1 te veel. Dus die 1 ga ik er ook aan de andere kant bij gaan optellen. Hetzelfde doe je voor die x. En die 15 breng je ook naar de andere kant. Dan heb je iets van die vorm. Kan je de a uithalen, kan je de b uithalen, kan je de r kwadraat uithalen. En steken we hierin. Je ziet dat ik hier zelf twee heel belangrijke dingen toepas. Het eerste is, als je een formule niet meer kent, dan probeer je die af te leiden vanuit de betekenis van wat dingen hebben. Dus het is belangrijker om betekenissen te studeren dan om formules te studeren. Het tweede is dat ik eerst een strategie uitwerk die mij tot een resultaat gaat brengen, vooraleer ik begin te rekenen.